Maar we zouden nog genoeg tijd moeten hebben als we niet als idioten, als er geen shit gebeurt. Ja, en dus heb je, waarom heb je zo'n hoestuitbarsting? Is dat nodig? Hoestuitbarsting. Ja, woorden zijn moeilijk, dames en heren. Ik zei hoestuitbarsting, ja. Je barstte uit met hoest. Met gehoest. Hoesten. De hoest dat hoest. Zodat de hoesten hoesten fucking hoesten. En dan kan de hoesten hoesten hoesten. Goed werk, Jesse. We hebben hiermee like, een minuut Nee, niet eens een half. Damn it, Jesse, je faalde. Like, we hebben Magneka. Woehoe! Magnets, how do they work? Dat is een eeuwenoud vraag. En we zullen het nooit weten. De wetenschappers weten het. We zullen het nooit weten. Je kan het op school leren. We zullen het nooit uitvinden. We hebben de hyperdrag niet geëquipt. Pak deze plek, trouwens. Maar ja, dat is cannonballs. Voor de rest van deze plek is het gevuld met lag, vooral op de PSP-versie. Echt waar? Ik heb geen lag gemerkt. Misschien is het omdat het voor mijn laptop is, zo'n beetje. Where is it coming from? On the water. Over there. Er is een schip! Weet je, Captain Hook heeft een roze schip, ik merk het nu pas. Wat een Gaylord. Wat? Wel, je moet een Gaylord zijn om zulke sniping skills te hebben, met een kanon. Dus, op dit punt is Terra hier voor eer geweest. Ja. En hij heeft volgens mij ook iemand vermoord in de achtergrond. Misschien was het die twee jongens die met de schatkist vandoor gingen. In ieder geval, we hebben nu Glide gekregen dankzij Pixie Dust. Dankzij Tinkerbell. Ik weet wat ik zei. Is het fout? Ja, maar het is de Pixie Dust dat ons laat vliegen. Dat komt door dit, de Tinkerbell. Tinkerbell gaf het. Dus dankzij Tinkerbell hebben we nu Glide. Ja, maar dat is dankzij de Pixie Dust van Tinkerbell dat we de Glide hebben. Dus het is nog steeds correct. Nee. Just nee. Because you're correct doesn't mean you're right. Is wat Edison probeert te zeggen hier. Dank je, Miyashiro. A birthday is a day where someone celebrates the day they were born. Op een gegeven moment toen ze gewoon expres. Maar dat was gewoon omdat Wii U niet wist wat een verjaardag was. Dat was niet zijn schuld dit keer. Maar het is wel goed dat Captain Obvious dichtbij was om het te vertellen. People die when they are killed. Never forget. Speciaal is heel erg diep en heeft heel veel. Heel veel hele belangrijke type filosofie, oké? Okay? Just because you're right doesn't mean you're correct. Fuck. Het is andersom. Just because you're correct doesn't mean you're right. Ja, heel erg diep. Heel erg diep. Weet je wat ik nou dieper zou zijn als ze het goed zouden hebben verteld, blijkt het goede woorden. Maar uiteindelijk was gewoon Captain Obvious. Nee, het is niet eens Captain Obvious, dat is gewoon de slag nergens op. Just because you're correct, doesn't mean you're right. Je hebt niet deze context daarvan gekregen en eerlijk gezegd, je zou nog steeds zeggen, like, what the fuck is deze persoon aan het nadenken? Well, hey, we hebben uiteindelijk Windblade. Yep, kijk naar deze prachtige vleugels dat Fantasy heeft gekregen. Het ziet badass uit als stuk. I know, right? Anime is fuck. Weet je wat? Dit is waar die ene Recreators fancharacter uit gebaseerd op is. Windblade. Eigenlijk, dit moet me denken aan de ene wapen die ene pakte gebruikt in Owari no Seraph, lijkt de hoofdkarakter. Yu. Kijk, Yu gebruikt zo'n zwaard ding. Dit laat me denken aan de Limited Blade Works. Ja, maar waarom zou het me laten denken aan een anime dat minder goed is? Oh shit. Wel, het is Stay Night en jullie hebben ook niet daarna gekeken om te zeggen hoe goed het is. Dat is waar. Ja, je denkt dat het shit is en je hoopt dat het niet shit is, waardoor je hoopt dat Shiro niet verpest is. Of Shiro. Lijkt het meeste van, ik wil niet nog een Fate Zero kijken. Maar Jesse, het heeft geweldige quotes, like.
just because you're great doesn't mean you're right. Of people, they die when they are killed. Ja, maar tussenin is het volgens mij gewoon niks anders dan mensen die praten en niks interessants zeggen. Ik hoop het. Kijk hoeveel je gaat lijden. Oh, nu, ik ben daarvoor dat ik cross-wars kijken, dus het gaat nooit gebeuren. Ja, precies. Je verdient het niet om mij te zien lijden. Totdat ik cross-wars heb gezien. Jij hebt niks gezien, Ennis. Ik heb de oorlog meegemaakt. Ja, dat volgens mij de ene hele heel erg cringy anime gezien. Welke cringy anime? En nee, niet cringy, jij hebt de ene anime gezien dat like, dingen vertelt waardoor je niet meer wist waar het naartoe ging. Welke anime was dat? I don't know. Dus ik heb treasure rate erbij gedaan. Ik weet niet waarom ik gewoon niet timesplice aan het fucking grinden was, maar whatever. Oh, dit zei hij dus ook. Someday, my memories of her will fade. Her voice, her actions, I might forget them as well. But even then, I will always remember that I loved her. Emmy, ik ben klaar. Emmy, dat slaat nergens op. Dit alleen zeg je twee keer dat je haar vergeet, maar dan met andere woorden. Je zegt ook dat je haar lief, dat je dingen gaat onthouden van haar. Ook al zeg je dat je alles gaat vergeten. Zo je gevoelens fucking shit. You're one tricky trick pony. Just like me. Wat? Wat betekent dat? What the fuck betekent dat? Vertel me wat de fuck betekent. What the fuck is een tricky pony? Fuck, ik kan ophouden stoppen bij combo. That is why I will keep running for now. If I aim for the distance, there should come a day when I would be able to reach out to what I have been aiming for. I guess. Dat is niet zo erg als de andere lijn, though. En we hebben quick blitz en we gaan nu blitz proberen te krijgen. Of een cliffy magnet, fuck it. And may I share in a nutshell. If you walk down the path that you believe is right, you cannot be wrong. Zeg dat tegen Archer. Zeg het tegen fucking was de hoofdkorte naam Kiritsugu? Kiritsugu? Ja, Kiritsugu. Zeg het tegen hem. Hij dacht dat hij een goede pad op ging en toen realiseerde hij uiteindelijk, hij had het fout. Dat was wel badass. En ik is dat bij het begin. Dat was wel badass. Ik is dat bij het fucking... Begin? Ja, ik is wel bij het begin, like, voordat hij in de cutscene komt van, ja, zie je precies. En ik moet de hele tijd die idioot volgen bij dit verhaal, fuck. Wel, had hem eens een badass moment toen hij die graal wilde vernietigen. Had hij? Ik kan me alleen herinneren van, hey, Saber, vernietig de graal. Maar de graal moet niet vernietigd worden, die wil dit al eens zijn! Vernietig de graal! Excalibur! Haha, ik heb de graal gebruikt, fuck jullie, lol. Oh, godzame. Is het... Emiasio... Vraagt iemand... Iemand vraagt aan Emiasio... Is it possible to save everyone? Maybe not. But I would try anyway. Misschien niet. Maar ik ga iedereen redden door iedereen te vermoorden. And so passeth a worthy opponent. To think that his would be such an inglorious end. Ik heb echt Chip gewonnen, automatisch. Je hebt geen lichaam gezien. At last that scurvy brat will never trouble me again. I wouldn't be so sure that, Hook. Swoggle the eyes. No, don't kill me. Jok Sento. Even if I'm a fraud, I know my dream isn't wrong. En als je kijkt naar de fucking video. Ja, ik zie Peter Pan heel erg hard dingen aan het doen zijn. Ja, ik blijf trekken naar de fucking video's, stomme ziel. We hebben genoeg MES Heroes gedaan. Maar MES Heroes is hilarisch. Ik kan me niks schelen. We hebben een baasgevecht nu. En ik ook krokodil's daar. Oh, hey, kijk eens aan onze nieuwe party member, de krokodil. Ventus denkt van niet. When you have a birthday, celebrate being born.
NS, kijk naar de fucking video. Je bent mijn moeder niet, je kan me niet vertellen wat ik aan het moet doen. Jawel, ik ben je baas hier. In gevolg, we hebben Hook. Hij is niet speciaal. Je kan hem de hele tijd in het water slaan. Als jij in het water gaat, ben je niet bang voor de krokodil. Die krokodil komt niet voor jou. Hij is wel even denk Hook. Ik. Ja. Volgens mij doet hij wel wat schade als je Hook in het fucking water gooit. Ik vind het leuk hoe hij ook op hem werkt. Niet direct op de baas, maar wel op hem. Hij is een speciaal soort baas. Voor een of andere reden komt hij terug als een van die personen voor de darkness ofzo. Grappig genoeg, in Kingdom Hearts 1 is hij eigenlijk best wel sterk. Maar in Kingdom Hearts 3 is hij een grap. Ja. Ik heb water in het... Ik heb vuur in het water gegooid. Hij kan bijna niks doen, Ennis. Hook is ook heel erg irritant in Chain of Memories. Maar niet in dit. Laatst ben ik magneet niet op hem. Face me coward, ik sta... Jij bent degene die aan het rondhuppelen is. Oh, hij zag wel je HP erg snel, dus... Dat kon ik niet hebben aan het healen was. Ah, oh, nu dat het vuur gebruikt, wordt hij net gestunt. Zo, hij is overduidelijk zo tegen vuur. Je had dat gedacht. Oh shit, nou dat cyclone hebben gaat niet zo goed meer werken. Nee. En magnet werkt ook niet. En hij heeft een fucking vuurbal geblokkeerd? What the fucker. Nani, Bakana! Hoe heeft hij dat geblokkeerd? NME. Ik sloeg hem flink voor zijn bek en nu is hij dood. NME, Jesse. Kun je niet alles uitleggen met NME, Ennis? Het is... Het is... Like, to it verder. Ik kan me niet vertellen wat ik bedoel, je met mijn moeder niet. Smeer ze niet om jou te redden. Hoe krijgen ze snel op het water, anyway? Hij is de mentor van Sonic. En Sonic masterde zijn snelheid. It's a pirate's treasure chest. Zit er cola in? Treasure. Yep. The same chest I told you about. We snatched it right from Hook's hiding place. Ja, maar zit er cola in? Pepsi! Zit geen cola in? Er zit Pepsi in. We lost it, all the treasures. Oh well. That's too bad. Weet je, ik hou van hoe Prentis eruit ziet in de volgende dub. Like, ik zit te kijken naar iets alsof hij denkt van, what the fuck ben jij nu aan het doen, je fucker? If you wanna. Yeah, that's perfect. Instead of filling it up with jewels and gold and stuff, we'll put in what's truly special to us. The real riches. Zegt elke arme mensen de hele... Zegt allemaal arme mensen in Afrika. Wel, ik heb geen eten. Ik ben aan het verhongeren. Ik ben zo dun dat ik eerst weer goed kan bewegen. Ik heb rioolwater gedronken. Laten we dat niet vergeten. Ik heb rioolwater gedronken. Ik heb heel erg veel diarree. Maar hey, het is niet zo erg. Een interessante ding. Waarom zullen we niet in Final Fantasy Kingdom Hearts 3 ook een age systeem erbij doen zoals in Final Fantasy 15? En wat? Weet je wel dat je kan, dat je moet eten. Waarom moet dat in, waarom in Final Fantasy 3 dan? Nee, Kingdom Hearts, like, van Final Fantasy 15 in naar Kingdom Hearts 3. Omdat Kingdom Hearts 3 geen open wereldspel is. Fuck it, ze hebben honger, ze moeten water drinken, shit. Oh, wait, Tink. I'm pretty sure that belongs to a friend of mine. Do you think maybe I can hang on to it? Ik zag je panties. Oké. Okay. Je hebt zuchtige kut. Oké, nu je panties. Thank you. Al die panties tot zo. Alright. En toen teleporteerde ik weg. En dan zeggen ze dat, dat Disney niet voor fanservice verzoekt. Kijk, Ennis, het is oké, okay, want het is niet Japans. Oh, zo daarom krijgt Kai geen fantasy service. Don't
Weet je wel, het ding is, like, met zo, like, the bit, like, game journalists haten Japanse games. Ik weet niet. Ik denk dat game journalists alles haten, zo. Nee, kijk, ze haten alleen games wanneer het niet voor hun werk, maar je zult merken dat ze altijd shit praten over Japanse games. Like, zo'n anime-style games bijvoorbeeld. Like, holy shit, haten ze dat. Praten ze ook shit over Nier Automata of Kingdom Hearts? Ja. Tuurlijk. Fucking nationalisten. En dan zeggen ze dat ze diverse zijn en shit, zoals dat. Ja, maar kijk, Japan is een eerste wereldland, dus daarom is het slecht. Het kan geen eerste wereldland zijn. Nou, we zijn hier weer. Bij puur... Hebben Donald en Goofy. Junior Soldiers. Zie ik eruit als een muis? Een junior muis? That feller's got the star shard the king borrowed. King? Who the fuck is King? Be talking about Mickey. I saw him. What? Huh? Hey, take it easy. En toen werd hij gereept. Einde van King was purposeliep, dames en heren. Wat een foreshadowing. Of eigenlijk, nee, dit is al gebeurd zo. Symbolism. Was het. Ja, nee, het is gewoon symbolism, weet je wel. Fantas, Donald en Goofy. Oké. Okay. Zo, hoeveel geleden was het sinds die laatste keer met Birth by Sleep? Like, tussen Kingdom Hearts 1 en Birth by Sleep, hoeveel jaar is geweest? Tussen de 2 en 10 jaar volgens mij, ongeveer. Dat is een goede vraag, dan ziet Sora wel op dit punt. Want like, hij... Want hij, is, want hij kan geen 4 zijn of zo, want anders zou Rico ook niet zo goed kunnen praten over andere werelden en shit. Ik zou verwachten dat Rico tenminste like 8 jaar is. Hij weet niet, misschien heeft hij een policy. Vergeet niet dat dit anime is. Oh ja, dat is waar. Anime. Waar moeders zelfs lollies kunnen zijn. Leeftijd maakt niet uit in anime. Leeftijd is maar een nummer. Gevangenis is maar een kamer. Leeftijd is maar een nummer. Gevangenis is maar een kamer. Jesse's laatste woorden voordat hij werd gearresteerd. Dat is wat heel veel. Dat is een meme in de comment sessies. Ericus has told me much about you. If I am not mistaken, you were ordered to return home. Hij is mijn vader niet. Hij kan me niet vertellen wat ik moet doen. Maar hij is wel je moeder. Zeker nog, dat is je vader. Wat? Nanda toe? Wat, je wist het niet? Fuck Anna. Je hoeft niet per se man of vrouw te zijn om hoe ik een kind te krijgen. Je was al die tijd geadopteerd. Oh god, hij is tot tussen voor weer. Help ons. Nou, ik ben zeker dat jij eigenlijk altijd een meisje bent en niet een jongen. That's what I usually go by. Ik ben getriggerd hier. Please explain. I ran into Mickey, but we got sent flying into the light. I don't know where he went. Fucking optimistische shit. Dat zou wel pessimistisch moeten zijn. Ik zou meer zeggen sceptical. Mickey has been hurling himself from one world to the next. That explains why I could not discern his location. Dat zou je moeten kunnen zien. Waar is hij? Yes, I can. Met voodoo magie. Heel veel raar geluiden te maken, kan ik het zien. En dan vervolgens ziet hij gewoon ergens in de toekomst. Science deniers zeggen dat dat magie echt is. We zullen eigenlijk niet de reden zien waarom hij daar zit. Volgens mij. Nee, hè. Als het... Like, we laten ook zien dat hij wordt verslagen, maar... Hij komt weer helemaal normaal terug in Ava's gedeelte van dat wereld, dus... Nou, je kan niet opgeven op hem. Je kan niet gelijk opgeven na die gevecht, weet je wel.
Nee, maar hij lijkt niet eens beschadigd of zo. Oh, op die manier. Oh, ze zijn de Royal Knights. Is dit Digimon? Nee, ze... Ik denk dat het anders is dan Digimon, want... Digimon zijn, is hier niet zo gestorven, wat zou ik zeggen? Digimon zien er veel cooler uit, dat je wilt vertellen. Ja, dat is het. Man, die parody dood met de legit anime bijbel. En dat zijn 12 Royal Knights en dan allemaal memes. Oh, die dames zijn geweldig. Die dames zijn geweldig. Ja, en dan kreeg ik de dealing van die twee karakters. Die van Goofy is leuk. Ik ga gebruiken. En de volgende part eindigt met Ventus' verhaal, soort van. Ja, soort van.